Dit wordt een pittige, sappige video. Een pittige, sappige heb je waarschijnlijk aan de titel al gezien. En ik ga het met jullie hebben. Ik scroll er ook even bij, want ik heb het even opgeschreven hier. Ik ga het met jullie hebben over YouTube 2016. Een soort, het jaar is nog niet klaar, maar aangezien ik toch amper kan opnemen momenteel. Ik zit nu even lekker in mijn uurtje dat ik me goed voel. Weinig last van mijn rug en dergelijke, dus ik kan gaan opnemen. En ik denk, waarom niet deze video? Wel kan een tijdje maken, maar voelde me er steeds niet goed genoeg voor. We hebben het over YouTube 2016, aangezien we bijna naar 2017 gaan. En wat een jaar was het. En dit heeft niks te maken met Salt en met dat DDG wat gezakt is en dergelijke. Het heeft letterlijk te maken met fatsoen, normen en misschien ook wel een beetje waarheid naar kijkers toe die dat de helft van de keer niet hebben. Ja, maar David, waarom doe je dat? Laat mensen gewoon... Nee, ja, waarom? Waarom zou ik het niet doen? Mensen doen ook alles naar mij. Van alles. En dat weten jullie niet. En dat ga ik hier niet vertellen. Maar ik ga wel vertellen wat er gebeurd is. In het algemeen. Niet eens bij mij allemaal. Lang niet allemaal bij mij. Even om aan te geven hoe fijn de community in 2016 is. Iets wat Paul, mijn oud-DDG'er, al een tijdje zegt. 2016 was onder andere het jaar van de fake giveaways. Dat klopt. Er zijn heel veel muizen, heel veel dingen zijn beloofd via Twitter en via video's tot aan iPhones die nooit weggegeven zijn aan kijkers. Ik heb zelf meerdere giveaways gedaan en ze zijn er altijd uitgegaan. Waarom? Het komt van Logitech af. Die gaan dat sowieso niet goedkeuren als ik iets weggeef en vervolgens wordt het niet ontvangen. De iPhone heb ik bezorgd bij de kijker. iPhone 5 was dat volgens mij. Toch zijn er YouTubers die heel veel abonnees hebben verzameld door iets weg te geven in een video. En dat vervolgens doodleuk niet te doen. En ook nog eens een keer op hun vrienden, tegen hun vrienden op Skype en op Teamspeak, daar stoer over doen. Ha, die sukkels van hun kijkers. Kijk maar even goed op wie je geabonneerd bent, jongens. En denk even goed na. Ook was 2016 het jaar waarin er nog meer eilandjes kwamen. En dan heb ik het niet alleen zeer over het DDG-eilandje, wat gewoon geen eilandje meer is, maar over andere eilandjes. Als jij niet bij een bepaalde groep hoorde, dan kon je ook met niemand uit die groep opnemen. Dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. Dat wordt tegengehouden. Waar we zo meteen nog een stukje over hebben. 2016 was ook het jaar, en hier gaan mensen misschien van schrikken, van mishandeling en jeugddetentie. Meer ga ik er niet over zeggen. 2016 was ook het jaar waarin er onder andere via beloofde campagnes en bepaalde meet and greets YouTubers betaald werden om niet naar een ander te gaan, om anderen te weigeren. Mogen jullie zelf bedenken of DDG Event dat gedaan heeft, The Gathering of Feed. Ook was 2016 het jaar waarin de DDG-server heel erg veel gededeld werd. Het is geen geheim, we zijn nog steeds de grootste, maar er komen steeds meer servers bij. Wat is de makkelijkste manier om spelers te krijgen? DDoS. Ik heb er letterlijk bewijs van dat het gedaan is. Ook door die partij. Want die hebben in een groep WhatsApp dat afgesproken. Fijn. Leuk. Heerlijke community 2016. 2016 was ook het jaar, en dit is wel een persoonlijke, met het constante misbruik van vriendschappen. Er zijn veel mensen bij DDG weggegaan. En eigenlijk daar hebben we het helemaal niet eens over. We hebben het niet over mensen als een Rob en Raoul, wat ik oprecht als vrienden zie. We hebben het niet over back in the days met Vincent. Daar hebben we het allemaal niet over. We hebben het over mensen met wie ik niet eens zoveel opnam. Of eigenlijk niet eens onder DDG zag. Maar die opeens niks met je te maken willen hebben. Mensen die na een ziekte die ik heb oprecht, het meest pijnlijke, wat ik mijn ergste vijand al zal ik hem hebben, niet zou aanwensen. Nooit één berichtje via WhatsApp of via Skype gehad heb van hoe gaat het? Nul. Waarom? Aan David hebben ze momenteel niks. David kan niet voor ze opnemen. Een shout-out van DDG werkt niet zoveel als een shout-out van anderen momenteel. Dus waarom zouden ze? Ik weet wie mijn vrienden zijn. 2016. Het was het jaar waarin, en als je goed oplet weet je het wel, managers en netwerken social media overnamen van YouTubers. En dit staat in sommige contracten. Dat zij de logins moeten hebben van niet alleen YouTube, maar ook je social media. Dit om te zorgen dat je geen rare, stomme dingen post. Een video als deze zou door sommigen, ondanks dat ze het daadwerkelijk vinden, onmogelijk zijn. Want managers trappen op de rem.
Ga jij maar gewoon leuke, gezellige video's maken. Fuck je eigen mening. Fuck je frustraties. Dat hoort hier niet. Dat is slecht. Doe maar alleen waar je het alleen maar naar je zin hebt. Het liefst voor mensen die later je niet in de steek laten. Bewuste keuze misschien, maar wel 2016. Een heel groot deel van de tweets van YouTubers die persoonlijke tweets zijn, dan heb ik niet over het tweeten van een upload, wat Kevin ook een keer voor mij gedaan heeft, zijn al lang niet meer van hun. Het is leuk als je een reactie krijgt van een YouTuber, denk je yes. Je krijgt alleen een reactie van het account van die YouTuber. Het is het jaar van betaalde belservices opdringen bij je kijkers. Doen alsof wat sms nu naar mij is. En vervolgens zit je aan een contract vast van 15 euro of meer per maand. Waar zij de helft van het geld van krijgen. Misschien wel het ergste van allemaal. Vriendschappen, die mag je toch verbreken als je niet met elkaar op kan schieten. Dit is letterlijk je kijkers bedriegen. Dit heeft niks te maken met een shirtje verkopen aan je kijkers waar wij YouTubers geld aan verdienen. Heeft niks te maken met een rank op een server. Heeft niks te maken met een event. Wat gewoon, net als een concert, een toegangsprijs heeft. Heeft te maken met glashard voorliegen. Ik kan nu nog zo'n 15 dingen opnoemen. Maar als ik dat doe, dan zal iedereen willen weten wie heeft dat dan gedaan? Wie heeft dat dan gezegd? Dus laten we dat vooral niet doen. Maar dit was 2016. En ik vind het jammer. Het jaar is nog niet voorbij. Kan nog van alles gebeuren. Maar ik hoop dat 2017, in ieder geval voor mij en voor de mensen met wie ik omga, mijn servermensen, Lars, Bardo, noem ze allemaal maar op, een leuker jaar gaat worden. Een jaar waarin wij eens een keer niet onderdeel zijn van de vriendjespolitiek, van de vuile spelletjes, van elkaar campagnes onder de neus wegtrappen door zeer negatief over een YouTuber te praten bij bedrijven. Wat ook gebeurt. Nog een puntje van 2016. En ik hoop oprecht het hele jaar door het woord imagoschade nooit meer van een mega andere YouTuber te horen. Dit is iets wat naar kijkers toe gezegd wordt, uiteraard. Imagoschade. Maar je moet je voorstellen dat ik of andere YouTubers na een paar maanden een keer met iemand niet opgenomen te hebben zeggen, yo, hey, zullen we, wie heb ik op Skype staan hier? Seyoon, ik heb hier Seyoon. Laten we zeggen, ik vraag naar Seyoon. Seyoon, zullen we een keer opnemen? Nee, zegt Seyoon. Kan ik niet doen, man. Sorry, imagoschade. Dat is oprecht het meest gebruikte woordje in YouTube 2016. Ik hoop dat het klaar is. Ik hoop dat we leuke dingen gaan doen. Ik hoop dat de kijkers die bij DDG en DDC gebleven zijn, lekker blijven. Ik hoop dat de spelers op de DDG-server lekker blijven waarderen wat wij als server voor hun doen. Met de betaalde projecten, met de gratis games die er zijn en de geweldige community. En ik wil jullie alsnog bedanken. Ondanks dat het met mij momenteel wat minder goed gaat, fysiek en qua gezondheid. Met het kanaal is het wel eens wat beter gegaan, maar ik heb niks te klagen, want we hebben het over bijna 5 miljoen in totaal. Ik wil jullie bedanken voor een geweldig jaar, jongens. En laten we de negativiteit lekker achter ons laten. Laten we hopen dat dit lijstje niet zo groot is in 2017. Bedankt voor jullie support. Bedankt voor de like. Abonneer als je meer wil van mij. Ik ben, voor zover ik weet, altijd een YouTuber geweest. Wat me niet altijd op prijs gesteld wordt. Die zegt wat hij vindt en zegt wat hij denkt. En ook doet wat hij denkt. In 2017 kan er wel eens een keer heel erg leuk gaan worden. Met hele toffe projecten op de server. Met Kingdom Roleplay wat terugkomt. En misschien nog wel een verrassing.